Landbouwers van de omgeving Zusterproject zullen gecompenseerd worden. De ondernemers hebben recentelijk namelijk delen van hun aanplanten verloren door verkavelingswerkzaamheden in het gebied. Minister Dinoda Forswijk zei eerder deze week dat een deel van de getroffenen al met haar departement hebben gesproken over een tegemoetkoming voor geleden schade in de vorm van een ander grond. Het gaat om ongeveer 12 landbouwers die eigenlijk daar jarenlang bezig waren. Werkelijk hun aanplant, dat is wat ze hebben aangegeven, vernietigd zijn. Ik heb dan ook gesproken met de organisatie die daar bezig is, namelijk AZP. En ze zeggen dat ze eigenlijk met de mensen hebben afgestemd dat ze gecompenseerd gaan worden met percelen. Maar de landbouwers zeggen eigenlijk de compensatie die ze krijgen of gaan krijgen niet groot genoeg is. Afgelopen donderdag is er een groep geweest en van de week ontvangen we weer de resterende landbouwers om even te komen tot een oplossing. De minister heeft vervolggesprekken met benadeelden op haar agenda, omdat een groep nog niet is ontvangen. Mogelijkheden voor compensatie moeten nog met die landbouwers besproken worden.